Ik ben Alex, ik ben de oprichter van de Facebookgroep. Van bij 1000 likes gaan we zelf de reep open. In de jaren 60 is die gedempt geweest om hier parkeerplaatsen op te zetten. En eind jaren 90 zijn dan de plannen gestart om het terug open te leggen. De oorspronkelijke einddatum was 2009, dacht ik, om alles af te hebben. Maar we zijn ondertussen 2014. Die einddatum is telkens opgeschoven en opgeschoven. En met een aantal mensen dachten we, ja, als we er zelf aan beginnen graven, dan gaat het sneller gaan. Toen ik het eerst de Facebookgroep oprichtte, dacht ik, ja, over een week of twee weken of zo zullen we wel aan die 1000 likes komen. En dan zullen we stilaan iets plannen voor een actie te doen. Maar de dag daarna zaten we al aan 2000 likes. Dat heeft me wel een beetje verbaasd. Dus het is allemaal heel snel moeten gaan. Tussen op internet iets zeggen en effectief afkomen is natuurlijk een verschil. Maar we hebben hier een goede groep gehad. De sfeer die lag heel goed. Ik denk dat we sowieso onze boodschap hebben overgebracht. Zijn er concrete beloften uit voortgekomen of gaat het nu sneller gaan? Pure beloftes niet, maar we hebben nu wel terug een officiële planning gekregen. Want daarvoor lag het aan wie dat je vroeg, welk antwoord dat je kreeg. Nu, de planning is dat ze na de zomer dit jaar zouden beginnen. Er moet nog archeologisch onderzoek en dergelijke gebeuren. En dat ergens in de zomer van volgend jaar, waarschijnlijk na de Gentse feesten, dat er dan geland zou moeten worden. Dus we zullen zien in hoeverre die datum nog opschuift. Ja. En zien we er komen? Graag gedaan.